Hallo? Hallo Bassie? Hallo, wie is daar? Ja, Robert hier. Goedemorgen. Alle magisch kanonnen, wat een dievenstijd zit op te bellen. Hou je in je hoofd, joh, met je bolle kop. Lelijke bananentek, op. Hij is wel wakker. Hij is wel wakker. Sorry hoor, Bassie. Maar ja, we zitten nu even op een ander tijdstip. Dat heb ik net uitgelegd. Eenmalig allemaal. Ja, nou, op dit tijdstip heb ik een kater van hier tot Tokio. Ik denk dat onze relatie nu voorbij is, hoor, oude kanalenveger. Je zoekt maar een andere trouw om voor te mee te bellen. Het was leuk, tot ziens, vaarwel. Ja, maar het is maar eenmalig, maak je geen zorgen. We doen het eenmalig. Ik ben ook vanochtend vroeg opgestaan, dus ik gewoon eenmalig. Is toch leuk? Ja, maar ik moet wel even op gang komen, hoor. Zijn er überhaupt mensen wakker op dit goddeloze, tijdje? Nee, toch? Ja, echt waar, Bessie. Het is echt waar. Mensen gaan naar hun werk, of gaan naar school, wat dan ook, weet je wel. Dus mensen hebben gewoon een leven, weet je. Dus, ja, dat is ook wel weer logisch, ja. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel te vertellen, Robert. Ik voel me beroerd. En verder gaat het allemaal gewoon zijn gangetje. Mevrouw is kroketten kopen op de markt. Zo is het vroeger. Gisteren nog in een bejaardensoos, Grafzicht, hier in Vlaardingen. Was al lachen. Buurthuis Ganulleke in Velsenbroek. Dat is een topzaal, weet je wel. Nou, daar heb je opgetreden. Ik bel eigenlijk niet voor niets. Ik moet even, we zitten hier namelijk even de ochtendkranten door te bladeren. En ik denk, ik wil je er even snel bij betrekken. Want ik zie net een advertentie staan. En dit is nog vroeg, dus misschien is het wel iets voor jou namelijk. Ik vond het wel iets voor jou, een advertentie. Wat stond er in de advertentie dan? Nou, je auto is toch kapot? Ja, die Prelude, ja, die gaat alleen maar achteruit, ja. Het leven is gevaarlijk. Ja, voor de mensen die 's ochtends die het niet kennen, dat verhaal. Maar die Prelude, die zien we natuurlijk altijd in die Bassie en Adriaan. Weet je, dag vriendje, hallo vriendjes en vriendinnetjes. Zing het toch heel even. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Ja, en daar zie je altijd dan in dat dingetje zie je zo'n Honda Prelude met die caravan. Ja. Maar die werkt niet meer, hè? Nee, die sinds Sinterklaas rijdt hij alleen nog maar achteruit, hè, dat weet je. Ja. Ik weet niet hoeveel mensen doodgereden. Katten, bejaarden, tyfus kinderen. Ja, Bas, die is altijd iedere december heeft hij ruzie met Sinterklaas, dus dat ging heel heftig. En nu kan hij alleen. Ja, er is gesaboteerd. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Die steekzint. Nou, heel goed. Laten we dat niet weer oprakelen. Maar goed, staat in die auto staat te koop. De Prelude. Mijn auto te koop, die staat niet te koop. Nee, maar dit is ook een Prelude. Maar ik wil geen andere, ik wil alleen die Prelude. Ja, maar dit is echt een Prelude, een Honda Prelude. Oh, die staat te koop. Ja, die staat te koop. Echt een Honda Prelude. Ja, die worden toch al lang niet meer gebouwd, joh. In de krant staat het inderdaad. Dit is een leuk tweedehandje. Er staat te koop voor maar 1000 eurotjes. Dus ik dacht, nou, ik bel even. Oh, nou, dat klinkt wel interessant. Het is toch wel een beetje veel, maar misschien kunnen we wat aan die prijs doen. Wat stond er in die advertentie? Stond die ook in de Groot Vlaardingen? Nee. In het Brabants Dagblad staat het. Oh, ja, nee, die ontvangen wij hier niet. Jammer. Ja, maar we kunnen toch wel even bellen? Nu? Ja. Ja, we kunnen je even doorverbinden met die gast. Ik pak hier gewoon een andere lijn. Dat kan heel makkelijk hier. Dat is lachen. Dan ga jij even zaken doen. Prima, joh, ouwe berenlikker. Geef mij die gast maar. En het is echt een Prelude. Ja. Met een trekhaak ook. Nou, dan moet je zelf wel aan hem vragen. Ik zal hem nu even bellen. Oké. Okay. Ja, even de andere lijn, dus nummer. Goed, ja, je spreekt met Bas van Toorn. Ja. Ik bel even over die advertentie van die Prelude. Oh ja. Ja, die heet je nog? Ja, die heb ik nog. Oké, okay, wat voor kleur is die? Grijs. Grijs. En wat voor staat is die? Motorisch is die 100%. Enkel er zitten wat rotte plekken bij de wielkasten, maar dat hebben ze allemaal. Maar waarom doet u hem weg dan? Want het is toch een prachtige auto? Ja, hij is gekeurd met 195.000 kilometer en er staat nu 218.000 kilometer. Oké, heel benzine. En hij is benzine, ja. Maar is het mogelijk om er zo'n gasdek in te bouwen? Dat is altijd mogelijk. Het is mogelijk in elke auto. Oké, dat zou wel interessant zijn natuurlijk. Fiscaal lekker die boel oplichten, een kenteken erop plakken. Dat ook, ja. Ja. Maar staat hij al lang te koop of? Hij staat nog geen 20 dagen te koop. Het is voor mij heel belangrijk, er moet namelijk een trekhaak op zitten voor mijn caravan. Nee, die zit er niet op. En is het mogelijk dat u die er dan even opzet? Als u mij zo'n trekhaak heeft, kan ik hem wel erop zetten, ja. Oké, dat is al geregeld. Het volgende wat ik ook moet hebben is een imperiaal, want ik moet mijn broer vervoeren. Ja. Wat moet u vervoeren? Mijn broer. Ja, die is niet meer zo goed te been. Die vervoert u op, ja, eigenlijk wel, ja. Je stelt wel hele rare vragen. Nee, waarom? Ik bedoel, ik moet een imperiaal hebben voor op het dak. Om een broer te vervoeren. Wat is daar raar aan dan? Nou, een mens zit toch niet op het dak, neer? Hij kan niet meer lopen. Oké. Okay. Maar wat wilde u voor die auto hebben? Ik, hè? Dat staat voor 1000 euro te koop.
1000 euro, dat is de vraagprijs, neem ik aan, hè? Ja, dat is de vraagprijs. Maar ik heb op zich wel interesse, maar nou, ik dacht eerder aan 400 euro. Aan 400 euro? Ja, hij is toch al wat ouder. Dat zijn goede auto's, hoor. Ik ben er heel Europa doorheen gereden. Nee, 400 euro gaat het niet door. En als ik nou zeg 600 euro, dan krijgt u er 4 dvd'tjes bij. Ja, gewoon 800 euro en anders niet. Maar is het mogelijk om eventueel vanavond nog even te komen kijken? Nee, vanavond niet. Maar je kunt toch vanavond wel even tijd vrijmaken? Ik bedoel, je wilt toch die auto voor, dan wilt u toch vanaf? Ja. Daarom zeg ik kom even naar u toe rijden uit Vlaardingen. Ik heb nu ook zijn prelude, maar die gaat alleen achteruit. Ja, Max, u bent voor mij niet helemaal de persoon waar ik mijn auto aan wil verkopen. Wij gaan er mooie dingen mee doen. Ja. Mooie tochtjes maken door Europa, naar Griekenland rijden, dan wilt u die auto niet aan mij verkopen. Ik bedoel, ik bel voor die auto, ik vraag, heeft hij een trekhaak, heeft hij niet? Imperiaal voor mijn broer heeft hij niet? Ik wil die auto kopen, ik bied je godverdomme 15 dvd's aan! Als u het zo graag wil hebben, kunt u morgen kijken. Morgen kijken? Nou, dat vind ik prima. Die hoe laat, kan ik om 7:30 al zijn, dan ga ik vanavond nog even de kroeg in. Dan rijd ik in één keer door. Wat doe je wel? Dan neem ik mijn broer mee, leg ik op het dak, laat ik dan liggen daar de hele nacht. Kan die dan bij u even opwarmen? Wacht even, hoor, de bel gaat. Godverdomme, zijn het die typisch kinderen weer! Zijn er weer erop, die opleggen! Aan zijn er weer erop! Hak je de handen erop! Ja, daar ben ik weer, hoor. Ja, dan wordt hier aangebeld, jongen, die stinkkinderen hier in de buurt. Die zijn het belletje aan het trekken, maar helemaal stinkmisselijk van. Maar wat gaan we regelen, stinkvet? Wat zeg je? Wat gaan we regelen? We gaan helemaal niks regelen. Ik wil morgenochtend, om 10:00, sta ik in, bij u voor de deur. Ik weet nog niet eens waar ik woon, dus ja. Nee, maar daar kom ik wel achter, hoor. Ja, komt u dan vanzelf maar achter? Maar laten we dan een afspraak maken voor morgen. Nou, morgenavond om 6:00. Bij de McDonald's. Maar even kijken, want wij moeten om 2:30 in Papendrecht zijn. We zijn 1,5 uur, ja, hebben 400 euro verdiend per dvd'tjes, ja, dat komt. Klappen daar nog even een hoedje. Kom ik daar nog wel even die kant op, maar dan moeten we wel weten welke McDonald's moet. Helemaal. Oké, daar sta ik dan. Je weet hoe ik eruit zie, hè? Ja. Ik heb oranje haar. Een rode neus. Een rode neus, groene broek. En een dikke Bassiebos. Alles is voor Bassie. Alles is voor Bassie. Heel goed, jongen. Ik zie je morgen. Ja. 7:00 bij de bos. Jo. Hey! Nou, prima deeltje, denk ik, Bassie. Ja, prima, jongen. Morgen lekker naar de bos. Oké. Nou, hey, laat even weten hoe het geweest is allemaal. Ja, ik ben ook wel benieuwd. Ik hoop dat die rood is. Heb ik helemaal niet gevraagd. Oh, je moet wel een rode zijn, ja, natuurlijk. Dat is verf, ja, toch zo. Weet je wat, die geen stickers erop plakken. Als hij achteruit rijdt, vind ik het prima. Beetje. Ik voor jou even overtikken dat Adriaan erop blijft liggen. Beetje een aparte kerel, hè, die vent. Nou, ja, dat zijn die Brabanders, hè. Onbetrouwbaar als de pest, joh. Ik tik het wel af op 200 euro'tje. 200 euro gaat het worden, denk je. Ja. Heerlijk. Zet meer. Ja, want één ding is duidelijk. Alles is voor Bassie. Nou, Bassie, ik wens je een fijn weekend. En we horen binnenkort wel hoe het gegaan is allemaal. Zeker weten, oude dropleuning. Adriaantje, Tirelijer. Oké, Bassie, hoi.